dat jullie kijken naar een gloednieuwe bakvideo. Dit keer een simpel en makkelijk recept, dus je kan het heel snel thuis klaarmaken met weinig ingrediënten. De meeste ingrediënten hebben jullie denk ik ook wel thuis. Voordat we beginnen natuurlijk eventjes weer een boodschappenlijstje, zodat jullie het makkelijk kunnen screenshotten wanneer jullie naar de supermarkt gaan. Nodig 2 bananen. Dit is voor 2 personen trouwens, dus ga je het alleen voor jezelf maken, doe dan alles door de helft. Ik maak het natuurlijk voor mezelf en Enzo. 2 bananen, 2 eieren. Dit is voor later. Hier gebruiken we denk ik ongeveer 4 eetlepels van. Ik heb hier vanille-extract. Dit hoeft niet per se, maar daardoor kun je het iets zoeter maken, wat ik eigenlijk wel lekker vind. De banaan maakt het ook al zoet, dus het is dus niet noodzakelijk. Ik doe ook maar een heel klein scheutje erdoor. En dan hebben we hier havermout. Daar hebben we 70 gram van nodig, dus ga je het voor jezelf maken, 35 gram. Laten we meteen beginnen. Ik ga de havermout afwegen. Yes! En dit keer gaan we het niet door de blender doen. In de vorige recepten werd de havermout eigenlijk altijd havermeel, omdat we het door de blender deden. Maar dit keer kun je eigenlijk gewoon de hele vlokken houden. En je hebt ook nog verschil in havermout. Ik gebruik altijd dit merk, maar je hebt natuurlijk echt superveel. Het enige wat wel belangrijk is, vind ik, is dat je gewoon 100% natuurlijke havermout gebruikt. En dat het niet zeg maar van die fast havermout is, want dat is eigenlijk altijd ook gewoon bewerkt. En dit is dus gewoon 100% havermout, dus daarom gebruik ik deze. Dan pak ik een diep bord en daar ga ik de bananen in prakken. Het beste is eigenlijk om bananen te gebruiken die al iets rijper zijn dan deze, dus die dan al een beetje bruin zijn. En de smaak is beter, omdat ze dan zoeter worden en het is makkelijker prakken. Maar goed, ik heb deze net gekocht, dus ja, meestal kan je geen bruine bananen kopen in de supermarkt. Dus ik heb de meest gele bananen gekocht. Soms heb je in de supermarkt echt van die super groene bananen liggen. Ik weet niet wat jullie lekker vinden. Mijn vader bijvoorbeeld, die vindt de meest groene banaan, vindt hij het lekkerst. Dat het echt zo super hard is. Nou, ik vind dat totaal niet lekker. Ik eet ook bijna nooit banaan op deze manier. Maar ik vind het wel lekker als het ergens doorheen zit. Oh, ik heb niet eens verteld wat we gaan maken. Ja, het staat waarschijnlijk wel in de titel en de thumbnail. Dus waarschijnlijk weten jullie het wel. Maar het zijn scrambled pancakes. En dan moet het eigenlijk een beetje vergelijken met scrambled eggs, denk ik. Maar je kan het ook wel een beetje vergelijken met kaisersmarren. En zo en ik eten heel vaak kaisersmarren ook. Als wij in Oostenrijk zijn, op wintersport. Dus ik ben heel erg benieuwd wat Enzo van dit recept gaat vinden. Ik denk dat hij dit echt super lekker gaat vinden. Zoals ik al zei, ik ga de banaan helemaal prakken. Dus het moet echt een lekker papje worden, zodat het straks goed mengt. De banaan is geprakt. Het ziet er lekker pappig uit. Dan gaan de 2 eieren erdoor. Oeh, dat ging bijna mee. Als er druk op staat met eieren tikken, dan gaat het bij mij meestal niet goed. Maar top. Het is gelukt. En mijn handen worden ook altijd vies. Ik heb altijd ei aan mijn hand. Dan hebben we het eitje. Dat gaan we ook even weer roeren. En als je dat goed geroerd hebt, kan de havermout erdoor. En doe ik dus een klein scheutje vanille-extract erdoor. Echt maar een klein beetje. Want je wil gewoon een klein beetje die vanillesmaak hebben. Waardoor je hopelijk aan het einde ook geen poedersuiker of suiker meer toe hoeft te voegen. Je kunt natuurlijk ook honing erin doen of iets anders wat de suikervervanger is. Of ja, of natuurlijk gewoon suiker. Ik bedoel, je kan ook vanillesuiker of iets dergelijks toevoegen. Ik kies nu voor dit. Normaal gesproken doe ik meestal honing, maar ik dacht ik ga dit eens proberen. Het is voor mij ook de eerste keer, dus ik heb geen idee. En ik vind dat eigenlijk altijd wel extra leuk om met jullie nieuwe recepten te proberen. Zodat ik het ook zeg maar op camera voor het eerst probeer. En als het mislukt, ja, misschien upload ik het dan alsnog gewoon. En zeg ik gewoon eerlijk dat het niet lekker is. Misschien is dat voor jullie ook leuk. Maar meestal komt het eigenlijk altijd goed. En dat is wel echt fijn. En dit is natuurlijk een super simpel recept. Want je hebt heel weinig ingrediënten. Het is heel makkelijk te maken. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dit mislukt. En dat het uiteindelijk niet lekker is. Goed, ik heb de havermout er doorheen gedaan. Dat ga ik weer eventjes roeren. Ik ben wel echt heel erg benieuwd. Want dit is ook weer zo'n ontbijtreceptje eigenlijk. Wat je simpel elke ochtend kunt maken. Of misschien zelfs wel de avond ervoor. Want je kan het natuurlijk gewoon in de koelkast bewaren. Nou, en dan is dit hoe het eruit ziet. Ja, het ziet er niet heel lekker uit. Maar ja, we gaan het nu in de pan doen. Ik doe de pan op best wel een hoge stand. Ik gebruik zonnebloemenolie. Klein scheutje.
En aangezien dit voor twee personen is, ga ik eerst de ene helft doen en daarna de andere helft. Want als je dit in één keer in de pan doet, wordt het wel heel veel. Het is wel echt super belangrijk dat de pan echt goed heet is. Dus je moet echt heel even wachten voordat je het beslag erin doet. Want je wil eigenlijk dat wanneer je het beslag erin doet, dat het een beetje gaat sissen. En ik denk dat dat nu ongeveer gaat gebeuren. Ik denk dat dit ongeveer de helft is. Dus ik verspreid het even goed over de pan. En wat je dan doet, je wacht heel even totdat die eigenlijk een beetje aangebakken is aan de onderkant. En dan eigenlijk net als met scrambled eggs, ga je gewoon een beetje in de pan roeren. Oh. En dan zorg je ervoor dat het niet naast de pan komt. En dan wacht je eigenlijk totdat het een beetje bruin wordt, een beetje goudbruin. Kijk, je ziet nu al dat het een beetje bruin wordt en dat het ook echt klontjes worden. Het ziet er misschien niet heel lekker uit, maar het ruikt echt super lekker, want je ruikt nu echt die banaan. Nou, zoals jullie zien zitten er echt wel wat bruine kantjes aan. Ik laat hem nog heel even een beetje bakken, zodat het ook een beetje krokant wordt. Nou, ik denk dat het nu helemaal top is, dus ik ga het in het kommetje doen en dan doe ik de volgende lading. Weer een klein scheutje zonnebloemolie. De andere helft. Oh, ik zie nu al dat ik het niet heel goed verdeeld had. Maar dat maakt niet uit, dan verdelen we het straks. Deze lading is misschien zelfs nog wat beter. Het heeft echt wat grote stukken en het is echt super krokant geworden. Gaan we nu deze ook in het kommetje doen. Zoals jullie zien had ik al een klein beetje in dit kommetje gedaan. Toch een klein beetje verdelen nog, want hier zitten kleine stukjes en dit is vooral grote stukken. Dus ik ga het even een beetje eerlijk verdelen. Zo, ik denk dat het nu eerlijk verdeeld is. En dan is het nu tijd om het te gaan opmaken. Oké, daar hebben we dan de yoghurt voor. Ik heb in dit geval kokosyoghurt. En dit is dus plantaardig yoghurt, maar je kan ook wark gebruiken of normale yoghurt. Of misschien heb je een andere favoriet. Dat maakt voor dit echt niet uit. Ik vind kokos gewoon heel erg lekker. Ik doe per kommetje 2 eetlepels yoghurt. Gewoon aan de zijkant. En dan was ik het helemaal vergeten klaar te zetten. Maar ik heb ook fruit. Ik heb blauwe bessen en aardbeien. En ik denk dat dat echt super lekker is hierbij. Dan pak ik een handje blauwe bessen. Die ga ik wel eerst eventjes wassen. Dan doe ik hier de blauwe bessen op. En dan pak ik wederom een handje. Die ga ik ook even wassen. En dan heeft elk kommetje dus een handje blauwe bessen. Zo. En dan hebben we nog lekkere Hollandse aardbeien. Ik doe 2 aardbeien per bakje. Het ligt er natuurlijk wel aan hoe groot de aardbeien zijn. Maar dit zijn gewoon dingen wat puur op smaak is. Dus vind je aardbeien blauwe bessen niet lekker, kies dan vooral iets anders. Je kan natuurlijk ook nog banaan erbij doen. Of misschien appel of kiwi. Dus ja, het is echt van alles mogelijk. Maar ik denk dat deze twee wel echt een van mijn favorietjes zijn. Aardbeien eet ik sowieso heel vaak. En blauwe bessen vind ik gewoon heel lekker door de kwarm. Zo, nou ik denk dat het af is. Je kunt natuurlijk aan het einde nog iets van een siroop of zo eroverheen. Als je het dus niet zoet genoeg vindt. Maar ik ben helemaal tevreden zo. Dus ik ga maar eventjes proeven. Oké, eerst nog even een mooie foto maken. Ik heb geprobeerd het zo mooi mogelijk op te maken. Ik ben geen professional. Maar dit is hoe ik denk dat het mooi is. Ik denk dat ik me daarbij... Zo, hij sloeg hard de deur dicht.
Ik denk dat ik me daar serieus bij aansluit. Dit is echt super lekker. Het is wel zo dat als je niet van havermout houdt, het smaakt wel echt naar havermout. En die banaan-haver combinatie smaakt altijd wel een beetje hetzelfde. Maar ik probeer jullie te laten zien dat je echt heel erg kunt variëren met die twee ingrediënten. Je kan zoveel bedenken om te maken. Dus het hoeft echt niet saai te zijn. En al helemaal niet je ontbijt. Je kan echt dit soort prachtige creaties. Natuurlijk, als je het zo mooi wil maken, kost het even wat tijd. Maar als je het gewoon snel allemaal in elkaar flanst, dan denk ik dat je binnen 10 minuten klaar bent. En zoals ik al zei, je kan het natuurlijk ook 's avonds maken, in de koelkast zetten. En in de ochtend bijvoorbeeld in de magnetron of eventjes weer in de pan opwarmen. Dan heb je het warm. Goed, ik ga deze even verder opeten. Bedankt allemaal voor het kijken. Ga je dit recept nou thuis ook maken? Zorg er dan voor dat je me tagt op Instagram. Dan kan ik of reageren of het reposten. Ik vind het altijd super leuk om te zien dat mensen thuis ook echt mijn recepten proberen. Dit is dan niet mijn recept, maar ik probeer wel jullie recepten te laten zien die echt leuk zijn om te maken en lekker. 8,5 van Enzo, 8,5 van mij. Dus ga het zeker weten thuis ook proberen. En dan sluiten we de video af, zoals altijd, met dikke, vette peace.